Goed dat je op deze video hebt geklikt, want je kijkt namelijk naar de samenvatters. En wij vatten hier de week voor je samen, zodat je precies weet wat er allemaal is gebeurd in de wereld van de videogames. Mijn naam is Martin. En ik ben Lucas. We beginnen vandaag met de rechtszaak van Apple versus Epic. Je hebt het vast wel meegekregen. Er is namelijk een rechtszaak gaande omdat Apple 30% vraagt van alle opbrengsten van bijvoorbeeld Fortnite. En Epic die was het daar niet mee eens. En die ging dus direct via hun eigen app gingen ze inkomsten vragen. En daar was Apple daar weer niet mee eens. Bande Fortnite. Goed, er is een rechtszaak gaande. Het is super interessant. We krijgen allemaal hele sappige details te horen. En dat is dus niet alleen over Epic en over Apple, maar dus ook over allemaal bedrijven die betrokken zijn ermee. Zoals een Microsoft, zoals een Sony. Dus ik heb hier een paar sappige feitjes voor je. Ben je er klaar voor? Fortnite leverde 9,2 miljard dollar op in de eerste 2 jaar. Dat is echt insane. Wat dacht je anders van dat Microsoft nooit direct heeft verdiend aan de verkoop van Xbox consoles? Best wel apart. En dat we dat te horen krijgen is natuurlijk ook helemaal bizar. Deze ook. Sony laat in sommige gevallen uitgevers betalen als ze crossplay in hun game willen. Met bijvoorbeeld Xbox game of Switch game. En deze was misschien wel het meest sappig. Er was een lijstje uitgekomen van characters die Epic graag in Fortnite wilde hebben. Dus wat dacht je van Lady Gaga, Samus uit Metroid. We hebben verder John McClane uit Die Hard. Snake Plissken uit Escape from New York. En de lijst ging maar door. Hoe dan ook, er is te veel om op te noemen. Er zijn zoveel feitjes die uit deze rechtszaak zijn gekomen. Ga vooral naar pu.nl, want daar vind je alles op een rij. Ja, ik heb trouwens nog wel een goed verhaal voor Lady Gaga. Ah, oh, shit. Here we go again. Ik ken dat verhaal, maar alsjeblieft, vertel hem. Nee, dat heb ik al uitgebreid gedaan. Nee, nog één keertje. Ik heb dit jaar heb ik hem nog niet gehoord. Oké, okay, ik heb getafelvoetbald met Lady Gaga. Oh my god! Wow! Oh my god! En van de rechtszaak van Apple en Epic gaan we door naar de PlayStation 5 schoen. Ja, je hoort het goed. Lukt het maar niet met die PlayStation 5 om die te scoren, dan zou je het misschien kunnen proberen met deze Nikes. Het zijn eigenlijk de PG5's van Paul George. En Paul George is een basketballer van de LA Clippers. En die heeft dan weer een samenwerking met Nike. Die heeft zijn eigen schoen. En daar komt nu een speciale PlayStation 5 schoen van uit. Kost $110. En dan heb je dus gewoon PlayStation 5 logo's aan je voeten. Als je dat mooi vindt. Nou. Zo iets voor jou toch, Martin? Jij zou deze wel dragen, toch? Ja, nee. Nee? Ik ben een groot liefhebber van Nike. Ik draag alleen maar Nike. Maar het is Nike Air Max 1, Jordan 1, Jordan 3, 4, 5 en 6. Een elf ook. Daar houden we het op. Dus deze staat niet op jouw lijst, dus het komt niet in je huis. Of aan je voeten. Nope. Okay. Gaat niet gebeuren. Jammer. Goed, we gaan van PS5 schoenen door naar misschien wel de PS5 game van het moment, Returnal. Er is namelijk een beetje chaos. In eerste instantie zijn mensen niet echt tevreden dat je niet kan saven terwijl je bezig bent met die game. Dan ben je misschien 2 uur bezig met de game. En ja, goed, je kan tussendoor niet saven. Het is een roguelike, dat zorgt ervoor een beetje problemen. Daar komt nog eens bij dat er dus wel updates uitkomen voor die game. En wat er dan gebeurt is, als je nou auto-update aan hebt staan, dus dat je je PlayStation 5 automatisch je game laat updaten terwijl die in rest mode zit, dan kan het dus gebeuren dat als jij nog in een run zit en je die suspended had, dat je die gewoon kwijt bent. Nou, dat is natuurlijk al niet leuk. Er komt er nog iets bij. Er is namelijk een nieuwe update uitgekomen. En die heeft ervoor gezorgd dat sommige mensen hun save file corrupt is. Of dat ze zelfs de game helemaal opnieuw moesten installeren. Dus nu heeft ontwikkelaar Housemarque weer de patch weer weggehaald. Maar hoe dan ook, het is een beetje een clusterfuck. En dat is toch jammer, want die game, hij is heerlijk. Ik ben wel aan het genieten van Returnal, maar dit is niet nodig. Al deze chaos. Jij speelt op fanatiek, hè? Nou ja, goed, ik ben inderdaad wel groot fan van die game. Ik had het niet verwacht, weet je. Ik zag die game eerst en het was niet per se mijn soort game. Maar ik heb hem vooral ook afgelopen maandag op onze Twitch heb ik hem gespeeld. En het was zo chill. Dat was echt gelukt. Lekker, Dordt. Oh, nee. Oh, fuck, daar gaat het doel zit. Ik doe ook een beetje pijn. Ik weet niet of het helemaal mijn game is, maar ik zie je ervan genieten en daar geniet ik dan weer van. Wat ik ook mooi vind, is dat Sony heeft onlangs een samenwerking aangekondigd met Discord. En Discord was afgelopen tijd wel regelmatig in het nieuws. Ook omdat Microsoft, je weet wel, die jongens achter Xbox, die wilden heel graag Discord overnemen. Ze hebben een miljardenbod gedaan, hebben Discord afgewezen. En nu gaan ze in zee met Sony. Discord wordt geïntegreerd op het PlayStation Network. Dit gaat gebeuren vanaf 2022 ergens. En wat we dan precies gaan krijgen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar wat de
president of de directeur van Sony PlayStation zegt. Die man heet Jim Ryan. Die zegt, samen zijn we hard aan het werk om Discord met je sociale en gaming ervaringen te verbinden op PlayStation Network. Nou, dat is. Weet je precies wat je ervan kan verwachten, toch? Goed, we gaan door naar misschien wel de game van deze week. Want namelijk, als je dit op een vrijdag kijkt, dan is vandaag Resident Evil Village uit. Dus dat is misschien feest, misschien niet. Nou, als we Wouter mogen geloven, is dat wel reden voor een feestje. Hij heeft de game namelijk een 88 gegeven. Hetzelfde cijfer als The Witcher 3. Misschien zegt dat iets. En ik heb hier de conclusie voor je klaarstaan. Resident Evil Village is een van de meest veelzijdige delen in de serie, zowel qua vijanden, omgevingen, eindbazen als puzzels. Het is een achtbaanrit aan memorabele momenten, ranzigheden en fanservice. Maar zoals de meeste rollercoasters biedt het weinig randvermaak en het is het ritje te snel voorbij. Dat klopt niet, Wouter. Gelukkig kun je altijd nog een keer. Goed, het klinkt wel redelijk veelbelovend. Is dit een game die jij op gaat pakken, Martin? Hell yeah, dit weekend alleen maar Resident Evil Village. Alleen maar, Lucas. Oké, nou, mij moet je geld betalen om die game te spelen, want ik ben er iets te scheiterig voor. Pussy! Nou ja, misschien is dat de volgende game wel iets voor jou. Nintendo heeft namelijk een nieuw stukje software game / app aangekondigd en dat heet Game Studio. Komt uit op 11 juni, kost bijna €30, €29,99 en is alleen te vinden op de e-shop. Maar wat is het dan? Game Studio is een app / game waarmee je zelf je games kan maken voor en op de Nintendo Switch. Nintendo gaat je dus leren programmeren en dat doen ze in 7 lessen. Die duren ongeveer een uurtje, de laatste duurt iets langer. En krijg je dus les van de mensen van Nintendo zelf en leer je dus games programmeren op de Nintendo Switch. Die games kan je dan zelf spelen, maar die kan je ook delen met je vrienden met een speciale code. Kun je die delen. Er is alleen, en misschien ook wel helaas, geen marketplace waar je je games op kan delen, zodat je die de wereld in kan slingeren. Ja, ze zeggen zelf om vooral de jonge spelers te behoeden voor de grote boze wereld daarbuiten. Snap ik op zich wel, maar het is ook wel jammer dat je niet gewoon dat je ineens een nieuwe Cliff Bleszinski kan worden of zo, omdat iemand jouw game heeft ontdekt. Dat is toch wel jammer. Ja, het is wel jammer inderdaad, maar goed, begrijpelijk om die kids een beetje af te schermen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken, man. Ik vind het altijd leuk om een beetje te sleutelen met game prototypes en dat soort dingen. Dus, en als je dan van de meesterbreinen van Nintendo kan leren, ja, dat klinkt als muziek in mijn oren. Ja, maar wie die meeste breinen zijn, dat weten we dan niet. Dat hebben we ook gevraagd van, wie? Want ze zeggen zelf, from the minds of Nintendo. Maar wie zijn deze minds dan? Is dit Miyamoto? Of is het gewoon Berend, die eigenlijk net zijn stage heeft afgerond? We have technology. Goed, dat was dus wat we deze week een beetje voor leuke dingen hadden. Volgende week is er weer ook wat moois. Namelijk, we beginnen met Hood Outlaws and Legends, zo heet die game. 10 mei komt die uit. Weet jij iets van die game? Ben jij een beetje enthousiast voor deze game? Weet jij wat we kunnen verwachten, Martin? Ja, het ziet er een beetje uit als Thief. Ken je die game nog? Dat kwam een jaren geleden uit. En dat gevoel heb ik een beetje bij deze titel. We horen er steeds vrij weinig van. En dat vind ik altijd verdacht. Dus ik denk, mocht je deze game willen gaan spelen, check eerst de reviews. En die brengen wij natuurlijk bij ons op pu.nl en hier ook op YouTube. En daarnaast is er ook nog Mass Effect The Legendary Edition op 14 mei. En dat is ook niet helemaal mijn ding, maar misschien meer jouw ding. Ja, ik ben daar erg benieuwd naar. Het ziet ernaar uit dat het best een flinke upgrade heeft gekregen, die trilogie. En het is gewoon een meestelijke trilogie. Dus ik ben zeker hyped. Hopelijk ben je ook hyped en wil je dat allemaal niet missen. En wil je dat allemaal niet missen, dan moet je gewoon abonneren op dit kanaal. Dan zit je sowieso vooraan en dan mis je niks met het laatste nieuws over je favoriete games. Reviews, gekkigheid, dat soort dingen. Oké, fijn weekend allemaal. Doei, groetjes.